En nou, welkom mensen van Dutch Gaming en welkom weer bij een goed nieuwe video hier op dit kanaal. Laten we de intro instarten en dan gaan we zien wat we kunnen in de laatste 16 tegen Atletico Madrid. Nou, dus aangekomen bij de laatste 16 in de UEFA Champions League tegen Atletico Madrid. Dus niet zomaar een tegenstander, een best wel pittige tegenstander voor Ajax begrippen. Ik denk wel dat hij wat te halen valt, want ja, ik vind Atletico Madrid doet het echt niet zo heel erg goed. En FIFA zijn ze dan wel heel erg goed ongerated. Maar het moet kunnen, een stunt is altijd mogelijk. Kijk maar naar Dortmund die we helemaal weggevoetbald hebben. We kunnen hoog in de Champions League eindigen en ik heb het gevoel dat we met ons voetbal, als we dat halen als tegen Dortmund, het kunnen. Ik denk dat een hoger niveau halen dan tegen Dortmund moeilijk gaat. We gaan het zien. Ik kan ook nog positief verrast worden. Het sneeuwt in Madrid, is het? Ja, het is in Madrid. Hier in het Estadio Metropolitano. Waarom horen wij geen geluid, jongens? Omdat dat uitstaat. Ajax speelt dus tegen Atletico Madrid. En Atletico, natuurlijk de kampioen van de La Liga van vorig jaar, staat tegenover de kampioen van de Eredivisie van vorig jaar. En Ajax is een tegenstander die je niet mag onderschatten. Dat weten we nu eenmaal wel. Want het won met dikke cijfers in de eerste wedstrijd van Dortmund. De tweede wedstrijd was spannender dan gepland. Of is het juist andersom? Ik weet het niet meer. In ieder geval, de finale is in Sint-Petersburg. In het echt wordt er nog getwijfeld over de situatie in Rusland namelijk. Of de finale niet ergens anders wordt gespeeld. Maar ik denk dat het in deze game gewoon in Sint-Petersburg is. Daar gaan we. Ajax en Atletico hebben afgetrapt aan deze wedstrijd. Dit wordt een spannende wedstrijd, hoop ik. Ik hoop niet dat we afgemaakt worden, zodat de tweede wedstrijd eigenlijk nergens meer om gaat. Ah, buitenspel van Anthony. We waren op zoek naar wat ruimtes, want Atletico houdt het op zich achterin wel goed dicht. En dat is iets wat wij als Ajax zijnde niet zo heel erg leuk vinden. Zoals jullie weten wordt er in deze serie niet geknipt en geplakt. Je ziet de hele wedstrijd. En daar is Atletico, die op zoek is naar een gaatje in de verdediging van Ajax. En dat gaatje vinden ze en een uithaal is een makkelijke redding voor Pasveer, Remcootje. Daar wordt Anthony diep gestuurd. Anthony, ah, die mag doorlopen. Anthony, die mag doorlopen. Nee, dat mag hij net niet. Gravenberg, kan die het kop nu wel misschien winnen? Nee, Jorente wint. En is dit buitenspel? Anders is Felix er langs. Het is geen buitenspel. Daar werd Ajax toch wel even op het verkeerde been gezet door João Felix. De Portugezen maakten een enorm goede loopactie. Maar hier wordt de aanval niet stopgezet. Want een blundertje in de verdediging wordt niet afgestraft. Want Atletico schiet over. Het is Atletico wat wel de overhand neemt in de kansen. Maar het moet te doen zijn. Daar Ajax weer met Steven Berghuis. Oh, en daar wordt de kans weer verijdeld.
Het is een corner. Ik dacht dat de speler van Atletico hem als laatste raakte. Maar mijn gevoelens zijn niet waar blijkbaar. Maar hier is Anthony. Oh, kloten. We wouden hem steken, maar eigenlijk kon het ook gewoon niet. We gingen voor een iets wat niet haalbaar was. Waarom, Masco? Wie sta je zo langzaam op? Het had anders ook helemaal niks zo uitgemaakt. Alhoewel, ik het liever een vrije bal had. Atletico met weer een gevaarlijke kans. Ajax ziet zich er nu wel uitvoetballen en het weer niet lukt. Atletico zet Ajax volledig vast. En dat is wachten op die 1-0 die er nog niet komt. Want Remco Pasveer keept een geweldige wedstrijd. En misschien kan Ajax er nu niet uit. Want Haller kan weer eens niet pasen. Dat lukt hem al zo vaak niet. En daar is het weer geen 1-0. Daar ook niet. Hoe kan dit toch allemaal? En Gravenberg kan eindelijk voor wat lucht zorgen. Als Anthony goed wordt aangespeeld. Want Atletico was met veel mensen voor. En daar Haller, die krijgt de kans om te schieten. Oh, daar was de eerste gevaarlijke feit van Ajax. En nu past de gele kaart voor Nuzor Masraoui. Ja, dit is wel een gele kaart waard. Maar hier werd op zich goed gevoetbald van Ajax. En hier kunnen we perspectief uithalen. Daar is hij, daar is Haller. En daar komt dan de... niet de goal! En hier dan misschien uit. Een kopbal! Hij gaat erin! Ajax staat op een 1-0 voorsprong. Door Sebastian Haller? Het is Sebastian Haller. 1-0 voor Ajax. Onverdiend. Een goede corner. Vindt precies Haller. En de keeper, ja, die kan er niks doen. Oblak is gewoon kansloos. Die kan er vrij weinig mee. En Ajax had een 1-0 voorsprong. In Madrid. En daar is Simeone absoluut niet blij mee. Die kan het niet begrijpen. Want Atletico had de druk vol op Ajax. Het had eigenlijk de kansen op de 1-0. Het werd het niet en uiteindelijk maakt Haller zijn 7e uit 7 wedstrijden. En nu gaat Atletico denk ik door die spelen en dat geeft ons weer de kans om te counteren, hoop ik. Kunnen we überhaupt aan counteren denken of geeft Atletico ons de bal niet eens? Daily Blind. Haller. Kon een goede bal zijn. Alleen ja, die verdediger van Atletico zat gewoon goed op te letten. Dit wil je verdedigend gewoon even volhouden. Atletico zet wel weer de druk vol op Ajax. En daar kon die... kunnen ze er nog uit, want daar is een gruwelijk foute paas. En hij gaat er weer niet in. Het is de paal die het voorkomt voor Ajax. En nu kunnen wij misschien... Nee, het lukt gewoon niet. En hier is Remco Pasveer met een goede redding. Daar is Anthony. Anthony met weer een voorzet. En daar komt natuurlijk bijna een goal uit. Goeie voorzet van Anthony op Gravenberg.
Ajax doet mee in deze wedstrijd, maar Atletico is wel beter. Nou, daar gaan we. Inter 1-1 tegen Chelsea, op zich opvallend. Atletico Madrid moet dus wat gaan doen. Of het moet in Amsterdam gaan gebeuren. En willen ze hier voor schadebeperking gaan. Omdat Ajax ook gewoon een goede wedstrijd speelt. Want dat geeft Atletico tegenstand. Daley Blind met een goede sliding hoor. Het levert alleen wel een corner op. Ja, en die corner is er niet. Berghuis. Die kan wat inzitten voor de Amsterdammers. Hier kan wat inzitten voor Haller. Haller, het is gewoon 2-0. Wat een counter van Ajax. En Atletico Madrid staat aan de grond genageld. Ja, dit is gewoon een schitterende aanval van Ajax. Haller helemaal vrij. En Obelak, ja, die kan er gewoon niks mee. Met zo'n slechte verdediging kan iedereen scoren. Zelfs de Atletico Madrid supporters springen een gat in het dak. Ja, en nu gaat Atletico elke keer de fout in. Haller, het gaat toch niet waar zijn? Haller, het is toch niet waar? Nee, het is ook te veel van het goede. En nu komen er ruimtes bij Ajax in de verdediging. Atletico combineert erop los, maar het lukt ze opnieuw niet. Anthony aangespeeld. Anthony wordt weer diep gestuurd. En daar is het schotje van Anthony en hij gaat naast. Dit is een hele rare corner, iets te snel genomen. In de 61ste minuut, de tijd tikt door. Gaat Atletico een stunt voor eigen publiek niet laten gebeuren door Ajax. Daar is weer Sebastian Haller. Haller op Anthony. Het is 3-0. Die stunt gaat er komen. Atletico Madrid laat het allemaal toe. Het is een wereldwedstrijd die Haller speelt. Hier eindelijk een keer een goede paas. Nou ja, als je dit een paas kan noemen. Maakt niet uit, het is goed genoeg. Atletico Madrid weet het gewoon niet meer. Sebastian Haller opnieuw. Het is echt
Schietverstijn voor Ajax. En dit is iets te veel van het goede. Dit kan je niet permitteren tegen Atletico Madrid. Oh, wat een geweldige verdedigende actie van Timber. En daar een geweldige redding van Pasveer. En we gaan even wisselen, want ik merk dat er wat vermoeidheid in de ploeg komt. En dat willen we niet. We willen deze overwinning vaststellen. We gaan Berghuis eruit halen, Kudus erin doen, Tagliafico erin doen. Zodat er aan die kant wat ruimte is. Maschoui eruit, Rens erin, huppakee. Aanvallen en verdedigen. Berghuis, Tadic. Oh nee, het is Blind. En die wordt vol onderuit gehaald. En naar de gele kaart voor Llorente. Anthony. Anthony mag er doorheen. Anthony mag er doorheen. En het wordt geen 4-0. Haller is in topvorm en het blijkt genoeg te zijn voor de overwinning op dit moment. Gravenberg. Ja, die komt niet meer in de aanval. Sterker nog, daar is een schotje en daar was ook weer een kantje. Maar Atletico Madrid is in de tweede helft helemaal niks meer. Ajax heeft een paar aanvallen gehad en het is een doelpunt geworden. Rens. Oh, dit was een slechte bal. Ja, hier opeens staat Tagliafico. Oh, de bal gaat gewoon uit. Oh, de keeper komt daaruit. En och, wat weer een redding van Pasveer hoor. Weer een goede ingreep. En nu kan het snel gaan. Gravenberg op Kudus. Ja, nu kan het heel snel gaan. Haller. Oh ja, dat was het einde van de aanval. En daar is Joao Felix. Het is geen buitenspel, maar weer geen doelpunt. En... dit is een penalty door Pasveer. En dit is tekenend voor de wedstrijd. 3-1. Oké. Atletico terug in de wedstrijd door Luis Suarez. Goed binnengeschoten penalty. Pasveer die er net niet aan weet te komen. Wel de goede hoek induikt. Kudus, dit mag. Gravenberg, nee. Atletico is ook niet meer op zoek naar dat doelpunt. Anthony, Haller, Haller, het is toch niet waar, hè? Haller, het is nog 4-1 voor de Ajax. Het is ongelooflijk. Atletico Madrid doet dit zichzelf aan.
Ja, Simeone die kan zijn baan onder druk zien gaan. Want ja, 4-1 tegen Ajax. Dat is, ja... Nou ja, daar maak je je niet bekender om. En het is Sebastian Haller die een wereldwedstrijd speelde. 4 alle doelpogingen, 3 goals en 1 assist. Hij is bij alle goals betrokken. En het is Ajax wat er een wereldwedstrijd van maakte in de tweede helft. Ajax speelde enorm goed voetbal. En dat heeft uiteindelijk geleid tot de overwinning. Dames en heren, ik hoop in ieder geval dat jullie deze video leuk vonden. Vergeet daarvan zeker niet op dat duimpje omhoog te klikken. En natuurlijk alvast te abonneren voor meer natuurlijk. En zie je graag later bij de volgende video. Later mensen.